Friesland is donderdag bij de uitreiking van de Miset Terras Top 100 royaal in de prijzen gevallen. Uit de ruim 700 inschrijvingen werden in totaal 150 terrassen geselecteerd. Dit jaar staan er maar liefst 6 horecabedrijven uit Friesland in de ranglijst van de Terras Top 100 van Nederland. Met in de hoofdrol de Walrus de Sneek met nummer 2. Ton Visser ging op bezoek bij de Walrus in Sneek, erkend als het beste terras van Friesland en het één na beste terras van Nederland. We zitten nu op je terras. Hoe voelt dat? Nou, fantastisch natuurlijk. Ik bedoel, dat je tweede van Nederland wordt met de terrassen, dat is gewoon, het is gewoon fantastisch. We hebben een groep, we werken er heel hard aan om het te laten kloppen. Dus een vrolijke bediening, dat mensen niet lang hoeven te wachten, lekkere broodjes, lekkere drankjes. En qua uitstraling van terrassen zo, en dat je dan van heel Nederland tweede wordt, dat is natuurlijk is fantastisch. In Leeuwarden worden we 13, terwijl we er net een half jaar open zijn. Dus dat is een heel groot compliment voor de groep hier, dat we dat met z'n allen gedaan hebben. Het tweede Fries terras in de top 100 is de Walrus in Leeuwarden met de notering nummer 13. Eten en drinken bij ons in Harlingen werd nummer 17 en de overbuurman Muziekcafé Wachter in Harlingen noteerde een 43ste plaats. Op nummer 60 alweer een snekerbedrijf, Serre Restaurant onder de Linde, en op 67 het Leeuwarden speciaal biercafé De Marquise. En wat is jullie geheim? Ja, het is geen geheim. Wat ik al probeer te doen, we zeggen altijd tegen de mensen die de bediening op, probeer iedereen zo te helpen zoals je zelf geholpen wilt worden. En wat gewoon de grootste ergernis gewoon is op het terras is vaak dat mensen lang moeten wachten. En dat het smerig is, of dat het in lange wachttijden op drankjes, en dat het op een gegeven moment dat dingen niet komen. Zo. En dat hebben we gewoon redelijk strak geregeld binnen het bedrijf. Wat het voordeel hier nog wel is, dat we gewoon dat het niet zoveel uitmaakt of het mooi weer is of slecht weer is. De drukte blijft van ons hetzelfde. Dus als het slecht weer is, hebben we het binnen vol. En het mooi weer zit het buiten vol. Dus hebben de mensen er ook voor staan. En we werken natuurlijk met van die handholds, van die kastjes, dat mensen buiten het eten en drinken opnemen. En die mensen lopen ook alleen op het terras. En hebben mensen die achter de bar staan vast en mensen die runnen de drankjes weg. Dus het is best wel heel georganiseerd. En we doen op een drukke dag, we doen ook zo'n 500-600 man lunchen drukken we eruit. En er zitten er gewoon tussen 180 en 200 man op het terras. We hebben ook genoeg personeel erop en het personeel is er heel erg mee bezig. En we hebben gewoon een hele goede groep mensen momenteel aan het werk die er ook zin in heeft en die vrolijk is en die dat ook uitstraalt. En dat kwam ook uit het juryrapport erboven. Het is gewoon, als ondernemers zijn we er heel mee bezig, maar we kunnen dit alleen maar als er een groep mensen bij ons werkt die dat ook willen kan. Dus, en dat lukt momenteel, dus daar zijn we heel trots op. Voor de Terras Top 100 hadden zo'n 700 bedrijven zich aangemeld. Daarvan zijn er 200 bezocht door mystery guests. De volgorde van de laatste 100 werd bepaald door nieuwe bezoeken van onbekende gasten. De top 5, waaronder dus het Sneker Walrus, werd bezocht door de vierkoppige jury. De terrassen zijn beoordeeld op het uiterlijk van het terras, gastvrijheid, service, snelheid, frisdrank uit een flesje en kwaliteit van de bestelling. Dat zijn de speerpunten waar een goed terras aan moet voldoen. Hoe hebben de collega-ondernemers gereageerd? Heb jij wat gehoord? Nou, ik heb gisteravond wat telefoontjes en sms'jes gekregen van mensen die ons gefeliciteerd hebben. Het is net terug. Ik ben hier net op zaak. Gisteravond zijn we uit Scheveningen, was de uitreiking. We zijn daarna, waren we 1 uur of 10 hier weer terug in Sneek. We hebben met heel het personeel even een biertje gedaan. En dat hebben we gevierd. Nu begint de dag weer gewoon. Dus de gasten die er nu zitten, die hebben er niks mee te maken, zo te zeggen. Die verwachten gewoon weer dat ze een lekker broodje vrolijk bediend krijgen. Dus we gaan nu weer gewoon aan de slag. Het was weer een drukke dag vandaag.